Doet hij goed. Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. Te gast is Ruben Nieuwenhuis. Ruben, je bent van Startup Amsterdam. We gaan straks even over Startup Amsterdam praten. Maar jullie hebben een belangrijk evenement wat deze week plaatsvindt. Wat is dat? Ja, we hebben de Amsterdam Capital Week. En die gaan we morgen lanceren, de allereerste editie. En hebben de komende dagen hebben we investeerders en startups vanuit de hele wereld in Amsterdam. Die met elkaar in gesprek gaan, die gaan pitchen aan elkaar, die gaan leren van elkaar. Okay, die komen allemaal hierheen voor dat evenement? Die komen allemaal hier naartoe. Ja, door de hele stad heen, op allerlei plekken. Bij Impact Hub, Impact Investment, bij Amsterdam hebben we een crowdfunding festival. Een soort van parade meets Kickstarter. We hebben Capital on Stage, waarbij VC's pitchen voor startups, zo'n 200 man in de zaal. We hebben wat we noemden een Funda Open Dag, maar dan zijn niet de huizen open, maar de VC-firms zijn open. Dan gaan mensen, hopelijk is het wat mooi weer, dan gaan startups met de fiets van VC naar VC, om daarmee in contact te komen te pitchen. En nog 20 andere events. Hoe krijg je dit nou voor elkaar? Want heel veel mensen denken toch, weet je, de laatste tijd heel veel publiciteit rond die startups en... Er worden ronkende marketingtermen in de strijd gegooid. En Amsterdam Startup Delta en de startup hotspot van de West Coast of Europe. Ja. En weet ik wat ze allemaal verzinnen. En heel veel mensen denken, nou ja, dat is allemaal wel. Maar blijkbaar lukt het jullie wel om vanuit de hele wereld mensen hierheen te krijgen. Ja. Waarom is dat? Ja, kijk, ik denk dat we zijn met elkaar echt bezig in Amsterdam en in Nederland. Dus even Startup Delta, de combinatie of de samenwerking van de techclusters in Nederland. Kennispark Twente, Eindhoven, Brainport, Rotterdam, Security Delta in Den Haag, Amsterdam. Dus die techclusters werken met elkaar samen. Dat wordt echt opgemerkt in het buitenland. En we doen ertoe omdat we samenwerken. Dus opeens is Nederland een land wat in de startup wereld ertoe doet. Dus die boodschap... Maar het is ook echt zo, blijkt dan deze week met zo'n evenement. En niet alleen deze week. Kijk, we hebben de afgelopen week veel pers gehaald. TechCrunch, die echt goed schrijft over Amsterdam, over Nederland. Kompas, de ranking waar we hoog in stonden. Forbes, Wired. Dus op allerlei plekken wordt er gepraat over Amsterdam, over Startup Delta. En dan zie je nu die effecten daarvan. Hey, maar respect daarvoor natuurlijk. Hartstikke mooi, al die aandacht. Maar laat dat zien dat het dus om de marketing gaat, want er is een verhaal verteld. Ja. En de kracht, het gevolg ervan is dat het verhaal doorverteld wordt door die internationale media. Mm-hmm. Is dat ook waar de basis van Startup Amsterdam ligt? Ja, toen wij begonnen, Bas Beekman en ik, en Bas doet dat vanuit de publieke kant, ik doe dat vanuit de private kant, ik ben een ondernemer, hebben gezegd van, goh, moeten we ons richten op speciale gebieden, moeten we dingen wel of niet doen, moeten we focussen, of moeten we echt alles doen, omdat alles nodig is, maar klein beginnen. En we hebben voor het laatste gekozen. En het marketen, dus het vertellen van wie we zijn, het trots zijn op wie we zijn, de succesverhalen delen, het snappen wat Amsterdam als start-up ecosysteem is, testbed, hè, werd zojuist ook al genoemd, dat is waar we goed in zijn. En wat we wat minder deden, is daar echt hoog van de toren blazen en dat vertellen. Met ook nog eens een keer trots. En volgens mij heeft Startup Delta, Startup Amsterdam nu dat effect. Dat we weten wat ons verhaal is, dat we onze iconen kennen. En dat we dat verhaal echt ook naar buiten toe brengen. En dat geeft een aantrekkingskracht van talent, van startups, van investeerders. Dat is nu wat je ziet. Hey, die ene vond ik wel mooi net. Je zei van de visies mogen pitchen richting... Ja. Richting startups. Betekent dat we... zijn er inmiddels ook... Ik herinner me nou ook een fase dat het wel leek alsof er meer investeerders waren dan startups. Zitten we nu al in een andere fase hier? Ik weet dat niet. Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Kijk, als je aan startups die vraag stelt, zeggen ze vaak, goh, die investeerders die zijn er te weinig. Of er is te weinig seed capital of er is te weinig groeikapitaal. Als je dan investeerders vraagt, dan zeggen ze van, nou, ik zoek echt goede ondernemers die niet in cashflow, maar in discounted cashflow denken, die echt de wereld willen ingaan en een probleem willen oplossen wat ze wereldwijd ook gaan uitrollen. En die ondernemers, daar is altijd kapitaal en groeikapitaal. En de voorbeelden kennen we, of hebben we, Incaf Capital, pensioenfondsen ABP, APG, die bijvoorbeeld in Shapeways zit vanuit een syndicate, dus niet alleen Nederlands geld, maar samen met Andreessen Horowitz, Union Square. Ja, die hadden we vorige week aan tafel. Nou ja, en volgens mij, dit zijn de verhalen. En
Ik denk aan beide kanten is er groei nodig, groeicapaciteit. Zowel aan goede start-ups, goede ondernemers. Ondernemers die echt hun bedrijf willen uitbouwen. En aan de andere kant kapitaal op, noem het maar, alle niveaus. Heb je nou niet het idee dat dit een verschrikkelijke hype aan het worden is? Ja, ja. Kijk, en jullie doen misschien je werk heel goed. Het is allemaal marketing. Ja. Nou, we kennen het voorbeeld van iAmsterdam. Daar zijn jullie ook bij aangesloten. City marketing. Mm-hmm. 15 jaar geleden vond Amsterdam het nodig om meer toeristen te trekken. Hebben ze heel goed gedaan. Petje af. Zo goed dat heel Amsterdam echt helemaal scheidziek is van de toeristen. Ja. Lopen jullie niet het risico dat het met de start-ups hetzelfde gebeurt? Als je een paar dingen. Dus allereerst werken we samen met iAmsterdam. Dat is inderdaad een merk. Dat merk je ook in het buitenland. Als je daar komt, iedereen Amsterdam kent. Dat werken. En ook in de technologie. Weet je, vanuit de opdracht hebben ze een geweldige job gedaan. Dus dat is, zal maar zeggen, het goede nieuws. En sterker nog, volgende week gaan we het Start-up Amsterdam portaal gaan we lanceren. Dus het ecosysteem in Amsterdam met alle VC's en start-ups en accelerates en zo on. En dat gaat ook hangen onder iAmsterdam. Dus dat is even het eerste antwoord. Twee, het programma Start-up Amsterdam, een actieprogramma, is veel breder dan alleen marketing. We hebben een aantal actielijnen die gericht zijn in het aantrekken van kapitaal, het beschikbaar krijgen van kapitaal voor start-ups, het beschikbaar krijgen van talent, echt coders, online marketeers, het beschikbaar krijgen van launching customers. En zo hebben we, zullen we maar zeggen, vijf pijlers waarin we een actieprogramma hebben gebouwd. En dus dat is veel breder. Dan even teruggaan op jouw vraag van, is het een hype? We hebben nu momentum. Ik denk dat Amsterdam, Nederland, de techteam ook behoefte heeft aan dat, zullen we zeggen, de positieve kant van het verhaal. Dus op het momentum mee. Het doet er nu ook toe. Dus de komende jaren zijn we met elkaar. Ik vind dat toch een lastige. Want wat je ook ziet gebeuren, en we hebben ze hier veel aan tafel, is dat het hele start-up verhaal, waar het eigenlijk een verhaal zou moeten zijn over ondernemerschap en zelf initiatief nemen en een bedrijf bouwen, gaat het natuurlijk bij heel veel mensen al in de derde week over de exit. Ja. Weet je, en is het geld gedreven? En zijn het jonge jongens die dromen om over 5 jaar 10 miljoen op hun bankrekening te hebben? En daar gaat het natuurlijk niet over. Nee, en sterker nog, ik kom andere ondernemers tegen. Dus de ondernemers die ik tegenkom, die hebben het niet over exit, maar hebben het over een probleem die ze aan het oplossen zijn. Ja, maar die snap je wat ik zeg? Dat ik het gevoel heb dat daar iets fout gaat. Weet je? De modellen, de rolmodellen die in die wereld worden getoond. Dat gaat bijna altijd over geld. De succesvolle ondernemers gaat over een beursgang, gaat over een exit, gaat over financieel onafhankelijk zijn. Ja, maar daarom, kijk, en nogmaals, waar ik nu kom, hoor ik dat eigenlijk veel minder. Dus ik hoor echt. Waar kom jij dan? Nou, bijvoorbeeld bij even Startup Bootcamp. Als we praten met René Schoenmakers, de founder van Katawiki, die praat echt niet over een exit. Die praat over hoe kan ik de markt winnen? Hoe kan ik wereldwijd impact maken en succesvol zijn? Doen ze heel goed trouwens. Nee, dat doen ze heel goed. En daar hebben ze. Willem Seithoff zit daarin, toch? Ja. Hij is een belangrijk gebruiker. Hij zit ook. Ja, ik moet nu terug. Om 8 uur loopt de veiling af. Maar dan toch even, want ik wil dat verhaal ook, laten zien en laten horen. Want dat zijn de ondernemers waar wij mee te maken hebben. Dan toch even over exit. Niet alleen Seithoff, maar ook Arthur Kosten van Booking. Die heeft met zijn exit van Booking, dat herinvesteert hij weer in dit geval Katawiki. En volgens mij is dat echt een hele goede tendens die we in Nederland hebben. We zijn de klacht is Startup Nation. Nou, de klacht is juist dat er weinig gebeurt. Sterker nog, dat moet veel meer. Alleen de aanpak die wij hebben en hoe wij omgaan met die wereld is dat we niet die negatieve kant belichten, maar dat we. Maar ben je het wel met me eens dat we daar werk te doen hebben om mensen ook duidelijk te maken dat het daar niet. Nee, nou ja. Niet omgaat, ja. Het moet iedereen voor zichzelf bepalen. Maar dat dat niet leidt tot een stabiele omgeving om bedrijven te bouwen. Ja, en in die zin ben ik het met je eens dat waar ondernemerschap wat mij betreft, waar Start-up Amsterdam over gaat, het gaat over ondernemers helpen die daadwerkelijk een probleem willen oplossen, die vervolgens een product market fit vinden en dat willen schalen de wereld in en die ondersteunen om heel snel de wereld in te groeien met. En als je dat nou dat is waar we mee bezig nou zijn. Is niet de wereld in wil, maar je weet je, we hebben hier aan tafel ook eens familiebedrijven. Ja. Weet je wel, in Nederland, dat we zeggen, jeetje, wat een mooi bedrijf.
die niet de wereld willen veroveren, die ook niet naar de beurs willen, die ook geen exit willen, die misschien helemaal geen aandeelhouders hebben, maar wel heel veel mensen aan het werk en een prachtig product of een prachtige dienst. Dat is toch ook goed? Ja, daar is niks mis mee. Dus dat is ook echt veel respect voor. En dat is niet waar Startup Amsterdam zich op richt. En dat heeft heel simpel te maken met het feit dat ieder zit in zijn eigen, noem het maar, domein. Met zijn eigen doelen. Met zijn eigen ambitie. En heeft dus ook recht op zijn eigen ambitie. Maar wij hebben gezien dat die ondernemers die wel echt die start-up ambitie hebben, dus die scale-up willen worden en uiteindelijk echt een groot technologiebedrijf. En wat we hebben, toen we het programma begonnen, hebben we ook gezien of bekeken van, hey, Amsterdam heeft eigenlijk niet een start-up probleem, want er zijn voldoende start-ups. Maar we hebben veel meer een scale-up probleem. Dus bedrijven die echt groeien naar een groot technologiebedrijf, zoals een TomTom of een Booking, dat soort bedrijven. En daar hebben die bedrijven ook gezegd, we hebben echt hulp nodig. En hoe komt dat? Heb je daar, toen je ernaar ging kijken, welk probleem moest zeg maar worden opgelost om dat wel te kunnen zijn? Nou, bijvoorbeeld groeikapitaal. Dus dat is een van de vragen echt geweest en problemen. Je kunt denken aan fiscale zaken. Mensen aannemen, of wel of niet makkelijk ook de flexibele arbeidswetgeving. De stock option pool, is die wel of niet belast? In welke box is die belast? Gaat over het aannemen van kennismigranten, dus coders van buiten. Als je kijkt naar de capaciteit, de groeicapaciteit en de aanwezigheid van talent is te klein om daadwerkelijk die groei van bedrijven zoals Katowiki en Booking en dergelijke, om daarin te voorzien. Dus die hebben echt gezegd, we hebben hulp nodig we moeten dat met elkaar doen. Want op het moment dat Booking bijvoorbeeld talent van buiten naar Nederland wil halen, dan komt dat talent niet alleen voor Booking, maar komt in Amsterdam, in Nederland. En wil dan in een, noem het maar, rijk en goed ecosysteem of in een rijk en goed techsysteem komen. En een leuke stad. En een leuk, nou, ook een leuke stad, ja. Ja. Nee, als je, je zei het al, er is onvoldoende zeg maar, goed, hooggekwalificeerd personeel. Daarom is het in ieder geval belangrijk om de mensen die van buiten komen en hier willen komen werken, om die plekje te geven en dat mogelijk te maken. Maar als we even bij ons blijven, hiervoor de uitzending, hiervoor spraken met Janneke Niessen, die bezig is met hoe kan je jonge meiden zeg maar, geïnteresseerd raken in dit onderwerp. Moet het onderwijs beter? Wat is het? Waar ligt de basis waaraan we moeten werken? Ja, ook hier, er moeten heel veel dingen gebeuren. En we hebben elke keer gezegd, in ons programma doen heel veel klein, valideren we en dan gaan we schalen. Ik ga een voorbeeld geven. Ik ben zelf oprichter van Codeuur. Programmeren op basisscholen en dan groep, noemen we het even, 7 en 8. En we kunnen wachten op coding in het curriculum krijgen. Maar je kunt ook gewoon nu beginnen. Dus we zijn begonnen met codeuur. En we hebben programmeurs gevraagd om vrijwillig op scholen een uur coderen te geven. En we hebben bedrijven gevraagd om scholen te adopteren. En voor €500 kan dan een school een heel jaar lang coding in de klas hebben. Dat is een voorbeeld waar we met Startup Amsterdam invulling aan geven. En het tweede is dat we docenten ook die coding vaardigheden, zodat ze daarin les kunnen geven. Daarom hebben we Code Power als project zijn we gestart, waarbij docenten zichzelf kunnen opleiden, zodat ze hun leerlingen daarin kunnen helpen. Dat is een tweede voorbeeld. Dus noem het maar het lager onderwijs. En ze worden vrij vlug, worden ze, noem het maar oud. Dus over een paar jaar hebben we daar echt wat aan. Het tweede is, of derde is, de capaciteit of de expertise van growth hacking, die groeiskills, online marketing gecombineerd met user interface, gecombineerd met data, big data. En die willen we, daar is een vraag naar binnen bedrijven. En dat, we gezegd, dat willen we al hebben op universiteiten en hogescholen. Dus we hebben 2 weken geleden de universiteiten, de hogeschool, Startup Amsterdam, met een aantal technologiebedrijven, hebben we de aankondiging gedaan voor de eerste groep met growth hacking. En daar hebben inmiddels ongelooflijk veel mensen voor ingeschreven. Ook weer vanuit het buitenland. En het is de eerste in Europa. Dus dat is op universitair en hbo niveau. Een ander voorbeeld waar we binnenkort mee bezig gaan. Dit geeft een voorbeeld van hoe
actiegericht we als programma bezig zijn. Ja. Dus hoe krijgen we nou de capaciteit, de docentkracht van coding, hoe krijgen we dat omhoog? Want we hebben gewoon te weinig docenten. We zijn nu in gesprek met Microsoft, met Oracle, met dat soort bedrijven. Of we mensen die daar werken ook kunnen inzetten in, voor de opleidingen. Zowel op mbo als op hbo. Ja, want is dat inderdaad niet inderdaad een belangrijk ding? Kijk, we zitten in, tenminste een stukje wat ik zelf dan een klein beetje ken. Heel veel mensen, die wij spreken ook, die klagen erover dat ze les krijgen van mensen die de kennis hebben van 10 jaar geleden. Zeg maar. Ja. Dus zit voor jou, als het hierover gaat, een deeltje van een oplossing in, inderdaad, dat mensen die nu die een deel van hun tijd of van hun baas misschien tijd daarvoor krijgen, dus de huidige kennis overbrengen. Want ik snap het overigens wel, als je les geeft ergens, dat je misschien achter gaat lopen op de snelheid van die ontwikkeling. Ja, antwoord is ja. Ik heb een paar voorbeelden gegeven. En ook daarin zie ik vooroplopers, ook in het onderwijs, die heel graag mee willen doen in die vernieuwing. Dat hebben we gemerkt aan de growth hacking minor, hebben we dat genoemd. Daar zijn docenten op universiteiten die heel graag dat willen geven. En die snappen van, we hebben niet de expertise, niet de skills om dat te doen. Dus we gaan samen met mensen uit het bedrijfsleven, gaan we 2 keer dat doen. Want daarna kun je het accrediteren. Aan die meneer zegt wel op Twitter, vrijwillig is niet genoeg. Je moet het verplichten. Ja, uiteindelijk als het gaat om coding, even als voorbeeld, dat willen we echt in het curriculum hebben. En wat mij betreft een verplichting, zoals ze dat in andere landen ook doen, Estland, in de UK. Dat we muziek maken, dat moet het zeker op gelijke schaal komen te staan van coding. Want ik vind dat coding zwaar overgewaardeerd wordt, dat de cultuur dreigt onder coding. Ik wil dan een andere vraag stellen. De suggestie is dan bijvoorbeeld, en dan toch, dan zullen we zo meteen op Twitter daar wat krijgen. Frans uit het pakket, coding in het pakket. Daar ben ik helemaal niet voor. Maar goed, ik wil een andere vraag stellen die er wel mee te maken heeft. Wat is het gevaar van deze hype? Nogmaals, wat mij betreft is het niet een hype. Is het een onderdeel nu? Is het echt een onderdeel? Het is nieuwe taal. Je wordt doodgegooid. Maar man, je wordt doodgegooid met startups en accelerators en bootcamps. En je gebruikt een terminologie waar de gemiddelde Nederlander werkt de ballen van snapt. En gelukkig komt het steeds meer ook in de mainstream. Komt het in de Telegraaf en dergelijke. Mensen in Amsterdam die zich hiermee bezighouden. Wat is het gevaar van deze hype? En dan ga je niet als antwoord dat het geen hype is. Allereerst, dat is een open vraag die je stelt. Dus allereerst toch even. Is er geen hype? Risico, maar de vraag is niet wel van, wat is het gevaar? Is er een risico dat al deze aandacht voor het fenomeen start-up ook een keerzijde heeft? Ik vind dat terecht vaak. Kijk, het zijn vooroplopers, dat is één, die bezig zijn. En volgens mij, en ik heb nog niet nagedacht over de frase, dus top of mind, is het iedereen mee laten doen. Of uiteindelijk zorgen dat iedereen daar gebruik van gaat maken. Ik moet denken aan het internet, aan e-mail. En het heeft even geduurd voordat bijvoorbeeld mijn moeder gebruik maakte van e-mail. Dus hoe krijg je mensen daarin mee? Dat is volgens mij een gevaar waar we ons op moeten richten. Ik zou bijna zeggen dat het gevaar is dat we niet snel genoeg gaan. Want als we namelijk het nu niet doen, je ziet in de wereld, zie je techclusters zich vormen en samenwerkingsverbanden. En als Nederland daarin niet die snelheid heeft die op andere plekken er wel is, dan gaan we denk ik de boot missen. Dus ik zie daar een gevaar dat we er te veel als een hype ermee omgaan. Laten we het als iets normaals zien. Vlug laten landen en van daaruit de stappen zetten. Dus dat is een tweede top of mind in reactie. Ja, maar je zegt eigenlijk van dit zou in de normale structuren moeten zitten. En zou eigenlijk de accelerators en de bootcamps en de delta zouden overbodig moeten zijn. Laat ik nog een derde is. We zijn nu heel erg gericht op acceleratorprogramma's. Bijvoorbeeld een Katowiki komt helemaal niet uit een acceleratorprogramma. Dus er zijn heel veel ongelooflijk mooie ondernemingen die nooit in een acceleratorprogramma of in een komt niet uit een accelerator. Dus niet uit een accelerator. Misschien als je daarnaar. We kijken heel erg. Als je kijkt naar het start-up ecosysteem, waren we geneigd om naar die omgevingen te kijken. Startup Bootcamp en Rockstart. Maar dat we breed genoeg blijven kijken, zodat we de ondernemers die ook buiten die, noem het maar,
usual suspects, laten we het zo noemen, 2000 man heb je het over, dat we ook die bereiken en dat we er ook daarvoor zijn en dat we die ook connecten in waar we mee bezig zijn. Dat zou dan een derde reactie zijn op wat je zegt. Hey, is niet een gevaartje wat ik zelf, of gevaar eigenlijk ook wel, wat ik zelf zie, is de wereld van start-ups gaat ook over. Ja, het is natuurlijk ook prachtig dat je met 3 of 4 mensen iets kan starten en daar iets moois en groots van kan maken, wat succesvol is. Weet je wel, maar lossen we daar de grote problemen van de wereld mee op? Mm-hmm. Zeg maar, zijn we ook niet eigenlijk, ja, zeg maar, het ondernemerschap, weet je wel, heiliger aan het maken dan, zeg maar, ook de grote kwesties die we, waar we ook wat mee moeten? Ja, ja. Ik vandaag weer gesproken met social enterprise, noem het maar, community. En ik zeg dan vaak, als je Elon Musk of Tesla, is dat een technologiebedrijf of is dat een social enterprise? Ik denk beide. Als je kijkt naar Singularity University, daar zijn nog wat start-ups. In deze zomervakantie zijn daar volgens mij weer 30 start-ups. 80 mensen die met elkaar bedrijven zijn begonnen die problemen oplossen die ertoe doen. We hadden 2 weken geleden hadden we hier Climate Kick, de grote finale, 20 landen. Met start-ups die daar oplossingen hadden voor het klimaatprobleem. Dus je hebt start-ups, apps en dat soort, noem het maar. Ja, en die communicatie. Moeten, ja, en die moeten er ook zijn, want en die doen er ook toe. Want die maken het leven een beetje fijner of een beetje mooier of een beetje sneller. En er zijn start-ups die zich richten op echte problemen oplossen. Peter Thiel, investeerder, heeft er ook over gezegd van, hey, laten we daar meer naar kijken. En we zijn met Startup Amsterdam zijn we begonnen. We hebben heel veel in gang gezet. Maar het is elke keer die zelfreflex van, hey, waar zijn we mee bezig? Hebben we de mensen aangesloten? Waar moeten we overmorgen mee bezig? Ja, dat is een mooi bruggetje. Ja, dus dit zou er eentje zijn. Naar Johan Schaap, die ons altijd scherp houdt als hoofdredacteur en zegt, even terug naar Startup Amsterdam. Waar rekent de gemeente jou over 2,5 jaar op af? Een paar dingen. Eén is het gewoon genoemd worden. Hè? Dus noem het marketing even. Dus. Nou, je noemt het marketing top of mind. Als dat marketing is, top is of marketing. Mind zijn. Ja, en maar ik wil daar nog wat bij zeggen, is dat men in het buitenland het verhaal vertelt wat we ook zijn. Dat we een testbed zijn, dat we een launchpad zijn. Ja. Dat zijn. Ja. Twee is dat we in de, noem het aantallen, dan gaat het over start-ups die doorgroeien naar scale-up. En er in Europa toe doen. En daar kun je gewoon, hè, de metrics kun je daarin maken. En we hebben gezegd. Maar is ook gekwantificeerd? Je hebt alleen kun je die delen? Wat we hebben gezegd, we gaan eerst beginnen. We gaan snappen wat we precies doen. We gaan ook al gewoon de acties inzetten. En dan gaan we in de loop van 2015 gaan we de metrics vastpakken. Want dan kunnen we namelijk echt die doelen gaan stellen. En dan kunnen we heel, nog gerichter met de acties bezig. Dus wij zijn nu bezig in deze fase om echt te snappen welke doelen we voor ogen moeten hebben en met welke ingrepen die doelen ook kunnen bereiken. Een paar, we hadden het ook over, en dan even terug naar marketing, ging over, we willen echt genoemd worden bij TechCrunch. Dat is inmiddels gebeurd, dus we hebben een paar dingen bereikt. Een laatste, en dat zijn hele simpele doelen. Alle scholen, lagere scholen in Amsterdam hebben gewoon coding gehad. Weet je, dat is gewoon 100% op een aantal zaken. Dus die zijn er ook. Dus je hebt 3 takken van sport. De grote uitdaging echt die wij de komende periode hebben is ons, noem het maar even, groeimodel weten. Hey, met hoeveel mensen doen jullie dit? Ja, weet je wat? In die wereld, met al die initiatieven, kom je mensen tegen. En dan zeggen ze vaak, het is een kleine wereld, want we kennen elkaar allemaal. En laten we dat groter laten groeien. Startup Amsterdam is echt we. Dat zijn de accelerators, incubators, dat zijn universiteiten. Dat zijn de corporates die op dit moment launchpad meetups organiseren bij TomTom, bij KLM, bij USG. Die hun hoofdkantoren openen, die delen wat hun problemen zijn en startups uitnodigen om als launching customer op te treden. Snap ik, maar als je en ik neem die, mee, want het is een ongelooflijk grote groep. Het kernteam, even het Startup Amsterdam kernteam, dat zijn nu 6 mensen die al die initiatieven in gang zetten, kickstarten en zorgen dat ondernemers of consortia vervolgens daarmee doorgaan. Het is heel weinig.
Dus... Ja, het is een hele kleine groep. En ja. Wij hebben een relatief laag budget. Als je kijkt naar Tech City of als je kijkt naar andere steden in Duitsland, die hebben heel veel budget. En wij hebben gezegd, wij gaan echt zitten op zweetkapitaal, op het netwerk, op de slimheid. En we gaan met die corporate samen gaan we hele actiegerichte programma's in die eigenlijk niet eens met middelen... Ja, de ambitie door de wethouder, zoals die in januari geformuleerd werd, was derde plekje voor Amsterdam naast Londen en Berlijn. Ja, met inderdaad Londen en Berlijn. Klopt, ja, in de top drie. Nou, als je kijkt naar sommige rankings en lijstjes, staan we daar al in. Ik wil er één ding aan toevoegen. Het is echt, toen we in die voorbereiding willen top 1, hè, de eerste plek, soort van. En toen kwamen we erachter dat het gaat niet zozeer over die eerste plek. Het gaat inderdaad over die top 3. En het gaat over samenwerking met in dit geval Londen en Berlijn. Dat zijn echt techclusters die ertoe doen. Dus als we in die dynamiek met elkaar samenwerkend kunnen groeien, dan doe je er echt toe. Ja, als je top 3. Ja. Oké. Nee, ik blijf erbij als ik me niet zo goed ga doen als AI Amsterdam. Want dan gaan een hele hoop mensen zich ontzettend irriteren aan al die start-ups hier in Amsterdam. Want... Ja. Nou ja, ik zou zeggen, voordat er evenveel start-ups hier rondlopen als toeristen door de stad fietsen, dan zijn we wel... Dat is je voorland. We hadden het net over adblocker, maar dan krijg je een start-up blocker. Dus dan wil je een start-up mooi... Hey, tegen welke problemen loop jij het meest aan? Wat moet er echt anders? Nog? Ik vind dat een moeilijke vraag, omdat het is continu lopen tegen problemen aan. Voorbeeld, we zijn een paar weken geleden zijn we begonnen met wat wij noemen het Startup in Residence programma. Dat is startups toelaten binnen Amsterdam en de uitvoeringsorganisaties die daar hun product kunnen testen, valideren, om vervolgens te leveren. Dan heb je te maken met aanbestedingsvraag, de inkoopvoorwaarden. Ja. We hebben keihard geknokt met het CTO-office om daar een proces en procedure te vinden, zodat startups niet alleen worden uitgenodigd, maar daarna ook direct kunnen leveren. Dus dat zijn problemen waar we tegenaan lopen, die we opgelost hebben. Een ander probleem is, bijvoorbeeld Booking krijgt tienduizenden codes die echt solliciteren bij Booking van buiten Nederland. Zoveel. Ja, dat zijn echt, want het is echt een gewilde club. Ja. Die krijgen net een rejection e-mail en daar wordt vervolgens niks mee gedaan. Dus wij gaan kijken, hoe kunnen we hebben dat voorlopig een overflow board genoemd, hoe kunnen we die toch vastpakken, deze sollicitanten, en in contact brengen met startups. Nou, volgens Travelbird, TomTom, andere partijen gevraagd om mee te doen in een pilot. En daar zit natuurlijk de juridische vraag van, hey, is dat wel of niet iets in of tegen marktwerking, omdat we daar geen recruiters in willen connecten. We willen die routering doen. En dat is echt met elkaar, hoe gaan we dat doen? En daar zullen we, net als een start-up, gaan we dat MVP'en. We kijken of het werkt. Er zullen echt ook weer privacy-vraagstukken komen. MVP is minimum viable. Gewoon in een kleine versie, een eenvoudige versie. En dan kijken we hoe het wel of niet werkt. En dan gaan we door. Dus op operationeel niveau zijn er ongelooflijk veel problemen waar we elke keer tegenaan lopen. Daar gaan we gewoon omheen of overheen. Het ontslagrecht, stock option pool, het fiscale wetgeving. Dat zijn echt problemen waar we met elkaar, ook op het niveau Nelly Kroes en landelijk met elkaar, aan moeten werken. Over Nelly Kroes gesproken, jij bent ook betrokken bij Startup Delta. Startup Delta gaat over meer dan Amsterdam. Ja. Maar ja, weet je, die arrogante Amsterdammers. Zelfs de reclamecampagnes van Punt Amsterdam zien ze kans om Rotterdammers tegen zich in het harnas te jagen. Is er iets als als Startup Amsterdam ben je bezig om Amsterdam neer te zetten, et cetera. Maar je zei het eerder al, hè, we hebben Groningen, we hebben Enschede, we hebben Delft, we hebben Eindhoven, we hebben Rotterdam, noem die al, en Den Haag. Is er iets als een Nederlands klimaat? Ja. Echt. En dat noemen we nu Startup Delta. Startup Delta wordt op dit moment echt geassocieerd met Nelly Kroes en het team Nelly Kroes. Dat stopt bijna alweer, toch? Of niet? Nou, dat initiatief inderdaad tot mei volgend jaar. Maar Startup Delta, het merk, het portaal, bijvoorbeeld het mentorennetwerk wat we hebben. Dus we hebben in New York, in Silicon Valley, in Londen, in Tel Aviv... hebben we Nederlandse ondernemers die de wereld in willen groeien, helpen. Met hun netwerk, met hun inzichten. Dat heet het Startup Delta Mentorennetwerk. Dat blijft gewoon zo heten. Dat is het eerste. Dus de Startup Delta blijft. En Startup Delta is Nederland.
Wij waren een paar maanden geleden in New York om te praten met IBM over de Watson-technologie. Ja. En daar ging het echt over van, hey, wij willen die Watson-technologie willen we in Europa neerzetten. En waar gaan we dat dan doen? In welk ecosysteem? Op welke plek? Welke stad? En daarin hebben we Amsterdam verkocht als Nederland. Als je kiest voor Amsterdam, dan heb je Eindhoven, Rotterdam, Kennispark, Wageningen Food. Dus je kunt de verticals, kun je noemen. En dat werd gezien. En dus die keuze is gemaakt voor Nederland in Amsterdam. Singularity University wordt Eindhoven. Eindhoven is sterk bij de gratie van die andere techclusters en de samenwerking daarmee. En Amsterdam is sterk met de gratie van, zullen we zeggen, Eindhoven en al die andere clusters. En wat wij doen nu, waar ik en Bas mee bezig zijn, is, we worden dan gebeld door Zwolle. We willen een start-up Zwolle beginnen. Almere, een start-up Almere in Groningen. Dat gaat allemaal anders heten. Maar we zijn aan het delen hoe we de dingen hier doen. Want dan kunnen ze ook in Groningen en op andere plekken een overflowboard beginnen. En het Startup Fest, even als je het hebt over een hype. Dat Startup Fest in mei is ook een voorbeeld waarbij we Nederland breed een feest gaan maken en startups gaan uitnodigen. En we hebben die samenwerking nodig om er toe te doen. En Amsterdam dus ook. Ja. Alleen het merk Amsterdam gebruiken we daarin wel. Ja, en dat is natuurlijk wel een klein spanningsveldje. Ja, absoluut. Ja. Hey, je hebt waarschijnlijk al een klein beetje antwoord op die vraag gegeven. Maar zoals Roel net al zei, we hebben een strenge eindredacteur die in dit geval als laatste zegt. Dus dat betekent het kennelijk afronden. Hè? Als laatste, wat heeft Ruben nu nog nodig en van wie? En hoe kunnen we dit een succes maken? En dat is een vraag van jullie. Ja, dat geven wij door van de eindredactie. Wat een waanzinnig mooie vraag. Laat ik één antwoord geven. Is dat Nederlanders trots zijn op hun tech-ecosysteem of het start-up-ecosysteem. Dat we echt trots zijn op het land. En dat we die trotsheid laten zien door de verhalen te kennen. Dus onze ondernemers, het verhaal van Janneke te kennen, Katawiki te kennen, Inkef te kennen. Daar trots over vertellen. Dat hebben we echt nodig. Dat hebben ondernemers nodig, dat hebben we met elkaar nodig. Stekel, ik zie een rol. Ik zie een rol voor ons. Ja. Ja, nou ja, wij doen dat bijna wekelijks. Ja, absoluut. Besteden wij daar natuurlijk ook aandacht aan. Ja, om die reden. Maar het enige inderdaad dat wij nog een klein beetje ook proberen is, dat mensen wel eens vergeten, vind ik, weet je, al die innovaties in de grootte. Natuurlijk binnen jouw hele verhaal speelt dat wel, want je brengt namelijk de start-ups en de bestaande grote bedrijven zitten bij elkaar. Ja. Mensen vergeten wel eens, weet je wel, dat heel veel innovaties toch ook gewoon in hele grote organisaties die daar de ruimte, de middelen, de visie, et cetera, voor hebben. Dus dat het niet alleen uit start-ups vandaan komt. Zeg maar. Nee, sterker nog, even dan gaan we door in de tijd, maar Google Glass is ook een start-up. En TomTom heeft, Alliander heeft, heet Ebas, hebben ook start-ups. Ja, maar hoeveel gaat ook daarover. Hoeveel spin-outs van Philips wij op de tafel tuurlijk hebben gehaald. Ja. Of weet je, zelfs soms uit de publieke sector. En dit doen we als de VPRO jarenlang natuurlijk voorop heeft gelopen in innovaties op technologiegebied. En weet je, alles bij elkaar is natuurlijk het ecosysteem. En absoluut. En ik vind wel dat we daar ook trots op moeten zijn en dat ook moeten communiceren. Ja. En de jonge mensen ook duidelijk maken, weet je, dat het bij elkaar hoort. Zo is het. En dat is mooi. Dat is trots. Laten we daarmee eindigen. Ja, oké. Hartstikke goed. Ruben, ontzettend bedankt. Vanaf morgen is het event. Ja, amsterdamcapitalweek.com. Als je daar nog heen wil, kan dat wel. Ja, de 25 events op allerlei plekken te komen. En zaterdag is er het crowdfundingfeest. Neem ook kinderen mee. Dat is een heel programma voor kinderen. En daar kun je ter plekke crowdfunden, maar met muziek. Het is echt een parade, maar dan. Dus dat is één. En twee, bij Uprise Festival, even nog terugkomen op Janneke, daar hebben we echt een coding space waar kinderen echt leren coden en ouders zien hoe ze hun kinderen daarin kunnen begeleiden. Dus voor jullie, voor wie van jullie niet uit Amsterdam komt, kom naar Amsterdam de komende week. En dit speelt zich volgens mij het laatste in Noord af, dacht ik ergens. Ja, dat klopt. Ja. Dat is het Uprise Festival. Het Uprise Festival. Ja. Dus hele leuke dingen hier te doen. En als jullie even leuke dingen, die hebben jullie zeker, laat ze even weten.
weten, dan kunnen we die ook verder vertellen. Dank voor het kijken. Iedere dinsdagavond zijn we er. Volgende week zijn we er weer. Je keek, als je live keek, dan, en je doet dat vaker, dan heb je me vaker horen vertellen dat we dit doen dankzij Streamzilla uit Groningen. Daar gebeuren overigens ook hele leuke dingen. Daar zijn we ook eens een keertje te gast geweest. Stefan der Ziel is van Streamzilla hier wel eens te gast geweest. Dus wil je live streamen, kijk op de site van Streamzilla. En wil je ons een handje helpen, wil je FMT-member worden, dan zie je onderin het beeld nu hoe dat kan. Tientje per maand, je krijgt er van alles voor terug. Bijvoorbeeld, whatever, einde van de uitzending. Mooi. Leuk, man. Nu wel een leuk. Ja, oké, man. Loskom. Ja, loskom. Leuk. Mooi. Ja, mooi. Even kijken, hoe werkt dit? Gewoon draaien zijn?